een van de collecties van het museum is de textielcollectie. Dat is een heel uitgebreide collectie, daar zitten wel een aantal duizenden stuks in. En die beslaat de late middeleeuwen tot nu. Daar zit textiel in die gebruikt geweest is voor interieurinrichting, voor kleding, voor de eredienst, van alles. Dat gaat van hele kleine kantfragmentjes tot reusachtige tapijten van 6 meter op 10 en die smeer. Nu, al die dingen natuurlijk om te weten wat je hebt als museum, hoe rijk je bent, wat dat waard is, dat moet bestudeerd worden. Dus dat, die zaken komen binnen of waren hier al. Worden dus uitgehaald, bekeken, bestudeerd van ja, wat materiaal is daarin verwerkt, hoe oud zou dat zijn, waarvoor zou het kunnen gebruikt zijn. Want het gaat dikwijls alleen nog maar over fragmenten. Dus van een kledingstuk vind je bijvoorbeeld een vierkantje van 20 op 20. Die dingen worden dan in een registratieprogramma en een databank gestoken waar we heel veel informatie over kwijt kunnen. Er wordt een foto bij gemaakt. Die foto hoeft niet een glamourfoto te zijn als we het stuk maar kunnen herkennen. Want in die vele duizenden fragmentjes is dat uiterst nuttig. En het merkwaardige is dat veel van die zaken ooit verzameld zijn door scholen die een opleiding gaven aan toekomstige textielingenieurs of toekomstige textielontwerpers. En dat die dikwijls deze fragmenten gebruikten als inspiratie, als studiemateriaal. En die zaken zijn nu in de collectie en hopelijk weer inspiratiebron voor jonge ontwerpers.